In deze kwartfinales trekken we eerst naar Dekos Palmene, dat zich dus mocht opmaken voor de komst van Lindemans Aalst voor de kwartfinale van de Beker van België. Een finale die in tegenstelling tot andere jaren over één wedstrijd beslist wordt. De thuisploeg komt net terug uit quarantaine en dat is niet meteen te zien, want ze spelen goed en zonder druk tegen dit Aalst. En zo gaan we naar een 18 tegen 16. Toch wel een verrassende voorsprong voor de thuisploeg, die ze niet meer uit handen geven. En zo weten ze op 1-0 te komen met 25-16. In set 2 is het een ander verhaal. Lindemans verhoogt de druk en slaat meteen een kloof. De schitterende 14 tegen 20. De set is dan ook voor de bezoekers, 17-25. En zo zag de pestele dat zijn team in de problemen kwam vanaf die tweede set. 10 dagen dat we geen trainingen bijna hebben, geen deftige trainingen, maar dan je ziet toch dat toch meespeelt bij de meesten. Dat we de laatste weken nooit met een volledige ploeg hebben getraind. Natuurlijk hakt dat erin. Toen ze terugkwamen na die 10 dagen, kostten ze niet 2 keer na elkaar aanvallen, omdat dat echt vermoeiend was. Dus we hebben stilletjes aan zien opbouwen. En de laatste dagen ging het wel wat beter. En je ziet ook in de eerste set dat het er nog wel in zit. Maar je ziet dat we het niet kunnen volhouden. En dat is gewoon ook een beetje het gevolg daarvan. Maar we moesten er gewoon beter staan. Ik denk dat we in de tweede set iets beter beginnen. Dat we hun onder druk zetten en dat we niet kunnen doen. Op naar de derde set dan, waar het Lindemans Aalst is dat de lakens uitdeelt. Wederom snel een 7-punten-kloof. De 10 tegen 17. De thuisploeg geeft niet thuis in set 3, zodat het 1-2 wordt met setwinst van 18-25. En zo staat Lindemans Aalst op 1 set van de halve finale. In de vierde en beslissende set, zou later blijken, gaat Dekos Palmene nog mee naar een 4 tegen 5. Maar dan duwen de Ajuinen het gaspedaal helemaal in en walsen ze over de thuisploeg. 14-25 en 1 tegen 3. En zo staat Lindemans Aalst in de halve finale, waar het in een heen- en terugwedstrijd het zal moeten opnemen tegen de winnaar van VBC Warem versus Greenyard Mazeik. Ja, we zakken enorm weg. Ik denk ook, de eerste set is vooral foutlast van Aalst ook. De tweede en de derde en de vierde set maken wij gewoon enorm veel fouten. Het is niet alleen een gebrek aan kwaliteit, maar het is vooral de mentaliteit die ontbrak. En oké, kunnen we het op corona steken? Gedeeltelijk misschien, maar dat is geen excuus. Ik vind dat we mentaliteit, dat we klaar moeten zijn voor de wedstrijd. En als de kwaliteit niet goed is, oké, maar dan kunnen we wel nog punten sprokkelen. Eventueel met defense te pakken of gewoon met ballen van de grond te rapen. En dat was er vandaag absoluut niet. Hoe komt hij dan? Dat is moeilijk te zeggen. Ik moet even laten bezinken. Na die eerste set hoopten we wel iets meer. Ik denk dat we heel goed gestart waren. Als wat minder, maar daarna laten we in twee set eigenlijk in de wedstrijd komen. Gewoon door onze eigen fouten. En je ziet dan toch dat we de vorige 2 weken toch wel in problemen hebben gezeten. Dat we daar ritme niet hebben om terug te vechten. En dat we meer fouten beginnen te maken. Dat was alles gewoon. Die waren gewoon on fire. Die moesten eigenlijk niet veel doen om. Zelfs niet super spelen om te winnen en gemakkelijk te winnen. Komt wel even aan, maar even laten bezinken. Zaterdag is weer een nieuw match. Maar dan in één keer 16, het was eigenlijk al vissen, een keer 16-15. Dan letterlijk ging het toen het licht uit. En dan verloren we wel wat punten op rij. Maar ik denk dat we ons nadien in de,
In de tweede set goed herpakt hebben en de bovenhand hebben genomen. Ja, mijn voorkeur gaat naar Warem uit. Omdat, ja, Mazeik weet je dat dat spelen elk jaar voor de finale, spelen elk jaar voor het kampioenschap. Dus ze hebben dit jaar ook wel een zeer sterke ploeg. Maar ik denk dat het voor ons niet zoveel uitmaakt. Want de match in Warem in de competitie is bij ons ook zeker niet goed verlopen. Warem is niet echt een tegenstander dat ons goed ligt, denk ik. En Mazeik, ja, is altijd moeilijk. Dus we zullen het toch moeten zien in de match zelf en alles geven. Ik denk dat geen van beiden een makkelijke tegenstander wordt.